Als jij een presentatie aan het voorbereiden bent, hoeveel tijd ben je dan bezig met het maken van de PowerPoint? Als dat meer dan 10% is van jouw voorbereidingstijd, dan raad ik je aan deze video te kijken. Want waarschijnlijk ben je dan bezig een presentatie voor te bereiden waar mensen slecht naar zullen luisteren en die ze snel zullen vergeten. De grootste fout die mensen maken bij de voorbereiding van een presentatie is dat ze denken dat hun PowerPoint de presentatie is. Niets is minder waar. De presentatie is het verhaal dat jij vertelt. Daar zijn mensen voor gekomen en de PowerPoint ondersteunt jou daar waar dat nodig is. Maar wat veel mensen doen is, zodra ze die presentatie gaan voorbereiden, is dat ze direct beginnen met de PowerPoint te maken. En wat ze dan feitelijk doen, is dat die PowerPoint een soort speedbriefje voor ze wordt. Dat is eigenlijk de structuur van hun verhaal en die PowerPoint gaat hun helpen het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. En wat je dan krijgt, is bijvoorbeeld een sheet als deze. Nou, met deze sheet kan natuurlijk helemaal niks misgaan. Alles wat jij wil vertellen staat daar keurig op. En ook als jij deze sheet achteraf nog als naslagwerk opstuurt, dan hebben ze eigenlijk de volledige presentatie in handen. Nou, dat laatste is waar. Maar ik garandeer je dat met sheets als deze je publiek binnen de kortste keren zal afhaken. Er zijn namelijk maar twee opties. Optie 1 is, jij gaat letterlijk voorlezen wat op deze sheet staat. Maar dat is redelijk slaapverwekkend en de zaal zal al vrij snel denken van nou, ik lees het wel als hij het heeft opgestuurd. Optie 2 is dat je dit gebruikt als een soort geheugensteun en rondom deze sheet toch nog een leuk verhaal gaat vertellen. Maar ja, dan gaat het ook mis, want mensen kunnen niet twee dingen tegelijkertijd. Ze gaan of die sheet lezen of ze luisteren naar jouw verhaal. En in allebei de gevallen gaat de helft van jouw verhaal min of meer verloren. Kortom, zet niet zoveel tekst op een sheet. Wat wel kan, is dat je de sheet die je hier zojuist zag terugbrengt tot de volgende sheet. Een sheet met de kernboodschap per bullet erin verwoord. Kortom, per bullet waar eerst heel veel tekst stond, staat nu eigenlijk de essentie van wat je daar zou willen vertellen. Maar het biedt je tegelijkertijd de ruimte om daar een interessant verhaal omheen te vertellen. Sterker nog, door die bullet te laten zien met heel weinig tekst, maak je jouw publiek nieuwsgierig om te gaan luisteren naar wat je daar nog meer overheen vertelt. Wat dan wel belangrijk is, is dat je die bullets één voor één in beeld laat komen. De bullet komt pas in beeld op het moment dat jij het over die bullet hebt. Breng je in één keer de hele sheet in beeld, dan neemt dat een stuk spanning van jouw verhaal weg. Want terwijl jij over bullet 1 aan het praten bent, zijn mensen misschien aan het nadenken van, goh, wat zal die straks bij bullet 2 gaan vertellen? En dat wil je niet. Breng de bullet dus pas in beeld op het moment dat je erover vertelt. Deze regel van simpele, korte sheets is al helemaal belangrijk als het gaat over tabellen en grafieken. Graag wil een spreker toch vooral zijn kundigheid laten zien door middel van grafieken en tabellen te laten zien hoe complex zijn onderzoek eigenlijk wel niet is geweest. Zie hier bijvoorbeeld een sheet over de omzetstijgers en dalers in de installatiebranche. Nou, voor de spreker is deze sheet gesneden koek, want daar heeft hij waarschijnlijk al weken naar zitten kijken. Maar jij als toehoorder ziet deze sheet als eerst en dan raak je al vrij snel het spoor bijster. Want ik wil bijvoorbeeld weten wat staat er op de x-as, wat staat er op de y-as. Zijn de getallen volle getallen of zijn het percentages? Het bestaat uit drie onderdelen. Kortom, er komen allerlei vragen in deze sheet naar boven die ik voor mezelf beantwoord wil hebben. En terwijl ik dat aan het doen ben, luister ik nog maar half naar wat de spreker aan het vertellen is. En die spreker is misschien nou juist bezig om te vertellen wat de essentie van deze grafiek is. Maar ja, dat mis ik dus omdat ik die grafiek aan het bestuderen ben. Laat een sheet als deze dus zitten of laat hem een paar seconden zien, zodat mensen even zien, kijk, het is heel complex dat onderzoek. Maar laat vervolgens wel de sheet zien met wat nou de essentie is die jij bij deze sheet wil vertellen. Bijvoorbeeld aan de hand van deze sheet. Die zegt dat er 7% omzetstijging is geweest.
bij de installatiebranche. En dat dat vooral komt door een 15% groei van de W-installateurs, wie dat ook maar mogen zijn. Als je dat doet, dan heb je de kans dat de boodschap die jij wil vertellen blijft hangen en dat men echt luistert naar het verhaal wat jij aan het vertellen bent. Eigenlijk hebben de meeste presentaties maar heel weinig sheets nodig. Sheets zijn er om jouw verhaal te ondersteunen. En zeker niet andersom. Het is niet zo dat de PowerPoint leidend is en dat jouw verhaal dat ondersteunt. Men komt voor jou en niet voor jouw PowerPoint. Een manier om dat bijvoorbeeld te doen en de PowerPoint wel functioneel in te zetten, is door je vooraf de vraag te stellen wat nou eigenlijk de drie hoofdvragen zijn die jij in jouw presentatie gaat beantwoorden. Als het goed is, zijn dat drie interessante, relevante vragen voor de zaal. Bijvoorbeeld, onderdeel van jou is het antwoord op de vraag hoe de retailmarkt zich het komend jaar gaat ontwikkelen. Nou, zie daarbij deze sheet. Terwijl jij vertelt hoe jij denkt dat die retailmarkt zich het komend jaar gaat ontwikkelen, staat de hele tijd deze sheet in beeld. Dat heeft twee effecten. Allereerst geeft deze sheet aan welke vraag jij op dat moment aan beantwoorden bent. En B, men is ook nieuwsgierig naar dat antwoord omdat die vraag relevant is. Dus zet simpelweg de vraag op de sheet die jij op dat moment beantwoordt. Nadat je dan dat antwoord gegeven hebt, via een mooi verhaal met voorbeelden, anekdotes, onderzoek, noem maar op, vat je het aan het eind nog even samen door bijvoorbeeld deze sheet in beeld te brengen, waarin je eigenlijk de drie belangrijkste takeaways van het verhaal dat je net verteld hebt nog even laat zien. Op die manier staat jouw verhaal centraal en gebruik je de PowerPoint echt als ondersteuning daarvan. Tot zover deze tips. Heel veel plezier en succes met het voorbereiden van jouw volgende presentatie.